Ik zag iets met Johan Derksen voorbij komen. Ja, wat was er nou aan de hand? Dat ging over iets wat hij had gesteld op in Vandaag en Zuid. Ja, niet zo leuk van hem, eerlijk gezegd. Nee, want ik heb zaterdagavond eigenlijk de plekken in de gang. Hij zat in de kleedkamer naast mij, uitgelegd dat ik het niet zou doen om de reden die ik heb gegeven. Het ging over Rotterdam, hè? Ja, ik vond het gewoon niet... het bouwt zich een beetje op een dag. Van, weet je, je gaat er naartoe, je zit in de modus van, oh ja, hebben we afgesproken. Dan zit je daar en heb je het erover en denk je, ja, moet ik dat wel doen? En kijk, wat Johan zegt is van, ja, het ging om de techniek. Want ik zou op het VIP-dek, zeg maar, op het balkon, zou ik zitten met de fractie, die waren mee. En dan zou John naar me toe komen en dan zou een liedje zingen. Maar dat geluid ging bij de repetitie al slecht. Maar toen, ik zat toen al van, moet ik dit wel doen? Toen werd er gezegd door de organisatie van, we gaan het toch op het podium doen. Omdat het geluid zo slecht is, hè, op die afstand. En dat was voor mij eigenlijk, toen hakte ik echt de knoop door. Ik denk, ja, als ik dan ook nog op het podium ga staan, dan is het echt een hele exposure. Dan beslis ik gewoon, ik ga het er gewoon echt niet doen. Nee. Dus het had echt helemaal niks met geluid of techniek. Dat maakt me echt helemaal geen ene ruk uit of ik vals zing of niet. Dat maakt me echt helemaal niks uit. Daar ging het helemaal niet om. Ja, jullie hebben het er dus daar al over gehad. En toen heeft u aangegeven, van, nou, het gaat om de situatie in Rotterdam. Ja. Hè? Het gaat het niet om, het, om de audio. En toen zei hij... Hij snapte dat. Hij zegt, ja, weet je, jouw positie als volksvertegenwoordiger, als politicus, als Kamerlid, is natuurlijk wel een andere als... alle anderen die op het podium staan. En dat was ook mijn overweging. Ik vond niet dat ik het kon maken om daar dan echt zo tralala op het podium te staan. Terwijl je een paar kilometer afstand zit van families en mensen in Rotterdam die nog in de rouw zitten. En als hij dan zegt uiteindelijk in VI van ja, het ging wel degelijk om het feit dat ze dat het met het geluid te doen had en dat ze eigenlijk een soort excuus verzint. Ja, dat is gewoon echt niet waar. Ik vind het echt heel jammer en het kwetst me eigenlijk ook wel een beetje. Oh ja? Nou ja, weet je, mijn integriteit wordt in twijfel getrokken door in dit geval Johan Derksen, die daar een verhaal vertelt waar ik ook niet bij zit, waar ik me ook niet kan verdedigen. En terwijl ik het hem gewoon duidelijk de reden heb gegeven. Het ging helemaal niet om de techniek. Het ging helemaal niet om het geluid. Echt niet. Nee. En nu dan? Ja, want dan blijft het toch een beetje een naar gevoel hangen. Ja, nu dan. Kijk, hij heeft het gezegd. Ik heb op Twitter gezegd hoe het is gegaan. En ik laat het over aan het oordeel van mensen. Weet je, er is al zoveel ophef. Als ik dit doe, dan is er al ophef. En ik kies ervoor om, ik heb gewoon gezegd hoe het is gegaan. En dat is voor mij, dan is het kous af. En ik hoef ook geen excuses. Ik ga ook niet zeggen, oh, ze moet sorry zeggen of ik kom nooit meer. Helemaal niet. Ik vind het jammer dat het zo is gegaan. En iedereen heeft zijn woordje gedaan. Hij heeft zijn woordje gedaan. Ik heb mijn woordje gedaan. En voor mij is daarmee kous af.